Met een imposante vlaggenparade begon op de Amsterdamse Bosbaan de laatste dag van de Noord-Europese, tevens open Nederlandse waterskikampioenschappen. Er waren 10.000 bezoekers die het optreden van de Belg Jean-Pierre Delcuve niet zo gauw zullen vergeten. Hij won niet alleen het schanspringen en de slalom, maar tevens het onderdeel figuren. En dat laatste ziet u hier. Meesterlijk in één woord. Bij de toeschouwers zullen ook de naam van Connie Dane onthouden, een 14-jarig Nederlands meisje. Niet alleen op twee skis, maar ook op één draaide Connie met gemak de moeilijkste figuren. Connie Dane behaalde zowel de Nederlandse als de Noord-Europese titel. Het meest opwindende onderdeel voor toeschouwers en deelnemers is het schansspringen. De in Duitsland wonende Amerikaan Martensen was hierbij niet zo gelukkig. De Deen Louis Glessner deed het beter, althans bij zijn eerste sprong toen hij een afstand van 27 meter overbrugde. Wat intussen nog 9 meter minder is dan winnaar Delcuve. Bij een poging om zijn afstand te verbeteren faalde hij door een verkeerde aanloop. Maar hij was niet ontmoedigd. Wel nat.